Sportief Land van Kuik is weer terug. En afgelopen weekend waren wij gast bij de Copa del Agata in Sint Agata. Waar een klein dorp heel groot in kan zijn. Waar is dit succes voor het 8e jaar? Waar is dat toch aan te danken? Ik denk toch vooral aan de saamhorigheid van dit kleine dorp. Mensen die allemaal met z'n allen bereid zijn om er iets leuks van te maken. We hebben toch een groep van 60, 65 vrijwilligers en ja, daar zijn we heel erg dankbaar voor. En dat is wel ook de kracht dat je zoiets kan organiseren in een dorp van 550 inwoners. Want ja, we horen het elk jaar weer van alle deelnemers die hier voor de eerste keer komen. Ze snappen niet dat je in zo'n klein dorp zoiets neer kan zetten. En dat hebben we echt wel te danken aan veel vrijwilligers. Vandaar ook dat we ook bijvoorbeeld dit jaar de tribune omgedoopt hebben tot de Frans Burgers tribune. Was ook een vrijwilliger van het eerste uur. Een man die had ALS. Is in juni overleden, maar was een van onze trouwste supporters. Wij dachten, goh, laten we een soort van eerbetoon van de vrijwilligers maken in de vorm van de tribune. Een blijvende herdenking eigenlijk voor alle vrijwilligers die ons de afgelopen jaren zijn ontvallen. En daar willen we dan de naam aan koppelen van Frans Burgers. Maar dat is ook wel voor onze manier als organisatie om uit te dragen dat wij ook niet zonder die vrijwilligers kunnen. Dat we dat ook echt koesteren. En ja, dat heeft dus nu ook een blijvende naam gekregen in de vorm van de Frans Burgers tribune. Maar ja, zonder die vrijwilligers was dit succes er niet. Spelen jullie eigenlijk onder de noemer van VCA? Nee, wij zijn een eigen stichting. Daar is voor gekozen toen we 9 jaar geleden met dit idee liepen om alles te borgen. Dat dat ook geen financiële consequenties zou kunnen hebben voor VCA, mocht het tegenvallen. Alles is onder de noemer van een stichting. De sponsoring is ook helemaal apart. Alleen uiteraard is VCA wel een hele fijne partner om mee samen te werken. En bijvoorbeeld die vrijwilligers, de onderhoudsploeg met name. Dat zijn natuurlijk wel allemaal mensen die ook heel nauw betrokken zijn bij de voetbalvereniging hier. Die contacten, hè? Want het komt ondertussen van allerlei weken van all over the world, zeg maar. Hoe leggen jullie die? Hoe komen die tot stand? Ja, dat is eigenlijk een netwerk waarover ik in 2009 al beschikte. En wat door de jaren heen zo verder uitgebouwd is. En ook mensen die vervolgens ook van club switchen. Dus in het verleden mensen met wie we gesproken hebben en nu bij een andere club werken. Maar met name ook de toernooiwinnaars die we door de jaren heen hebben gehad. Er zijn bijna ook allemaal grote namen. Dus het toernooi begint ook een beetje in het wereldje rond te zingen. Waardoor als je clubs benadert het ook wat makkelijker is. Ja, en inmiddels zit je gewoon wel op een voornaamrelatie met heel veel verenigingen die hier komen. En ja, dat maakt het ook wat makkelijker met de uitnodigingen. Kijk, een Glasgow Rangers krijgt hier dan bijvoorbeeld ook de kans om zich te meten aan een Club Brugge, een Red Bull Brazil, clubs uit China, Azië. Ja, weet je, het is allemaal natuurlijk top. En dat is natuurlijk zeker voor ploegen die bezig zijn met opleiden. Is het natuurlijk perfect om je te kunnen meten aan leeftijdsgenoten uit hele andere culturen, andere voetbalachtergronden. Want dat werkt natuurlijk heel anders dan wanneer je 5 keer tegen een Nederlandse ploeg speelt bijvoorbeeld. Dus. Want alles gaat natuurlijk over die communicatie en waterdichte afspraken maken. Dat lukt. Ja, dat lukt. Er zijn natuurlijk altijd in het voortraject zijn er bepaalde wensen of eisen. Maar over het algemeen zijn die niet heel bijzonder. Of niet van die naar dat we daar niet mee overeind. Of dat we daar niks mee kunnen. Dus dat is eigenlijk allemaal goed afgesproken van tevoren. De afspraken ook bij Hotel van der Valk zijn helder. Want daar brengen we de teams onder. Taxi van Dijk, ook lokale busmaatschappij, haalt de spelers op. Dat zijn zo allemaal vaste afspraken en dat is gewoon heel erg fijn. Ja. Bepaald niveau hebben jullie altijd gehad en dat wil je handhaven. Ja. Voetbalniveau. Ja, nou met name dat niveau handhaven, dat is wel een must. Omdat we eigenlijk meteen vanaf de eerste editie eigenlijk een soort van flying start hebben gehad met een Botafogo en een standaard Luik die echt meteen een heel hoog niveau haalden. Zijn mensen inmiddels natuurlijk ook dat niveau gewend. En ja, we willen eigenlijk altijd een internationale verrassing. Nou, dat hebben we dit jaar in de vorm van Shanghai. En met een Braziliaanse ploeg, een Club Brugge, wat gewoon echt nationale top is in België. Een Rangers, wat natuurlijk wereldwijd een hele grote naam is. Ja, dan weet je ook zeker van tevoren dat de ploegen die hier komen allemaal geen slecht figuur zullen slaan. Ik zit hier in ieder geval tussen 2 jonge voetballers en ze zijn volgens mij nog geen 18, dus ze kunnen nog niet aan dit toernooi deelnemen. Wat doen jullie wel hier?
ballenjongen zijn en de ballen halen om dingen te pakken voor de jongens zodat ze snel door kunnen. En dat gaat per wedstrijd, want nu zit je hier een beetje achteraf? Ja, het is een groep en dan de ene groep moet dan en de andere groep moet dan. En dat is dan in kleuren van de shirts ingedeeld. En dat hoef je niet al de hele tijd te zitten op een stoel, anders is het ook zo saai om daar de hele tijd te zitten. Ja. En dat doe je voor een worstenbroodje en een glaasje cola? Nee, ik doe het gewoon voor de lol, omdat het leuk is. Ja. En, je kan gewoon handtekeningen vragen en dat soort dingen is wel leuk. Ja. Handtekeningen vragen, want er zijn goede voetballers, hè? Ja. Heb jij al meer teams aan het werk gezien vanmorgen? Ja. Verschillen gezien of je zegt, god, dat is een goeie? Red Bull Brazil en de Japanners. Ja. Wie gaat dit toernooi winnen, denk je? Red Bull Brazil. Maar die hebben vorig jaar al gewonnen. Ja, maar nog een keer. Je ziet dat is het beste team? Ja, ik vind het wel. Vrij voetbal, jeugdvoetbal en jeugdscheidsrechters, jeugdige scheidsrechters. Ja, het zijn allemaal hele jonge jongens. Ik denk dat ze begin 20 zijn en het zijn jongens uit het talententraject betaald voetbal. Dat betekent dat ze toch al uit de amateurs feitelijk zijn. Ze gaan nu het eerste portaal in, zeg maar, van het betaalde voetbal. Dat betekent dat ze vierde man gaan zijn bij Jupiler League wedstrijden en ingezet gaan worden bij derde en de tweede divisie. Dat betekent dus, als ze rond ongeveer dezelfde leeftijd zijn als de voetballers achter u, dat ze al heel jong begonnen zijn met fluiten. Ik denk dat hier jongens bij lopen die op een 15e zijn begonnen, schat ik in. 14, 15 jaar, zo. Ja, die mag van 16 jaar mag je feitelijk echt gaan fluiten. Maar ik denk dat dit jongens zijn die al bijvoorbeeld bij de jeugd, al bij de F'jes zijn begonnen. Ja. En wanneer komen ze dan eigenlijk in beeld tot wat ze nu zijn en nog gaan worden? Nou, elk district heeft een talententraject amateurvoetbal. En daar komen op een gegeven moment de jongens in, zeg maar van een beetje groep 3, groep 4. Dan fluit je derde, vierde klas en hoger. En op een gegeven moment kun je de sprong maken vanuit, zeg maar, de hoofdklasse amateurvoetbal, kun je de sprong maken naar het betaalde voetbal. Dus hier lopen wel jongens bij die al hoofdklasses hebben gefloten, hoor. Dus die kunnen al een aardig niveautje fluiten. Dan zit daar een stuk begeleiding in, een stuk beoordeling ook. Hoe gaat dat precies in zijn werk? Ja, nou, ik ben hier puur voor de begeleiding. De beoordeling zit hem er meer in dat ik even met de jongens na afloop de wedstrijd doorneem. Van joh, let hierop, let daarop. Maar soms is het ook gewoon keurig gedaan. Het ligt ook een beetje aan hoe de wedstrijd gaat natuurlijk. Maar ik wil wel dat ze in het gele kaartengebied, heb je altijd een beetje een grijs gebied. Geef je hem wel, geef je hem niet. Dan moeten ze een beetje aan gaan voelen. Maar ze moeten wel echt optreden. Als bijvoorbeeld hier een jongen een ander zijn been breekt, dan is het gewoon een rode kaart. Of is het een spugen, rode kaart. Of het doelpunt met je hand uit het doel slaan, rode kaart. Daar moeten ze niet mee marchanderen. Dat zijn gewoon voetbalregels. Maar ze moeten ook leren omgaan met andere culturen. Een Braziliaan is heel anders dan een Nederlander, zoals je hier nu achter ons ziet. Er wordt heel anders gevoetbald. Moeten ze ook mee om leren gaan. Dus een hele mooie leerschool, denk ik. Ja. U zegt daar een wedstrijd, wijst een scheidsrechter over het algemeen op bepaalde punten. Is er nou een punt wat er het meeste uitspringt of is dat bij iedere scheidsrechter anders? Nee, elke scheidsrechter is denk ik wel anders daarin. De een heeft wat meer ontwikkeling nodig in omgaan met de communicatie met een speler. Hoe doe je dat precies? De ander moet eigenlijk weer een beetje makkelijker een kaart durven geven. Er zijn ook jongens bij hier die de makkelijke weg kiezen. Geen kaarten, dat is de allermakkelijkste weg. Ja. Maar ja, je staat er ook voor de veiligheid van spelers en ook om de regels uit te voeren. Ja. Dus iedere jongen is anders, ieder talent is anders, maar dat deze jongens kunnen fluiten, dat staat buiten kijf. En dat geldt ook voor de assistenten, ze zijn gewoon keurig opgeleide assistenten. Dus dat is ook wel belangrijk voor het aanzien van dit toernooi. Ja. Het meeste waar het dan vaak over te doen is onrust in het veld, commentaar op de leiding en die dingen. Dat is toch ook een heel belangrijk aspect, hè?
Dat is een belangrijk aspect. Ik denk als jij zorgt dat het rustig blijft in het veld, ben je al een heel eind. En dat betekent communiceren met de jongens. En de uitdaging nu is, hoe doe je dat met een Braziliaan? Hoe doe je dat met een Schot? Hoe doe je dat met een Franstalige speler van Brugge? Dus het is niet makkelijk. Maar als je het in het veld rustig hebt, ben je al een heel eind. Ja. Hoe doe je dat? Ja, dat is toch heel veel doen, heel veel oefenen, maar ook een beetje mensenkennis. De een heeft toch een keer een grote mond nodig, de ander heeft een aai over zijn bol nodig. De ander een arm om zijn schouder en de ander die pak je toch een keer met een gele kaart. Dus ja, het is een beetje dit, vingerspitzengevoel, zegt de Duitser. Ja, want eigenlijk is het toch van jongens, we spelen voetbal en er is een scheidsrechter en er zijn assistenten. En accepteer het, want anders moet je het niet doen. Ja, nou ja, precies. We moeten het niet moeilijker maken dan het is. Het is voetbal en je hebt er een assistente bij nodig en een scheidsrechter. Ja. En je zegt drie keer tegen een jongen, nou moet je luisteren, dan moet hij het doen. En luistert hij niet, dan pak je een keer een kaart. Net als vroeger op school, de meester zei, nou luisteren. Ja. Deed dat niet, ging je de hoek in. Ja. De groep jonge scheidsrechters die hier aanwezig is, als ik u zo beluister, daar kunnen we bijna zeker van zijn dat we die terug gaan zien in de betaalde voetbal. Wow, pas op. We hebben er 20. In op zo'n lijst staan en er gaan er maar 1 of 2 door, dus het is echt wel een de beste wordt het ook echt en dat is voor die jongens nog wel 2-3 jaar om zich te ontwikkelen tot een scheidsrechter die de Jupiler League aan kan. Dat vragen we toch weer hele andere dingen. Je moet om kunnen gaan met druk, met camera's en dat is niet handig altijd. Als jij jouw fouten terug ziet, moet je wel tegen kunnen. Dus nee, die hebben nog wel een traject te gaan, maar dat hier jongens van zijn die dat niveau kunnen halen. Dat denken wij wel, anders lopen ze hier niet. En ze willen graag? Ik denk dat die heel graag willen. Er zit hier zelfs een jongen uit Groningen. Die heeft 2,5 uur in de auto gezeten, dus die willen heel graag. Jullie lijken een groepje supporters, of sterker nog, jullie zijn dat ook. Zijn jullie als meer hier geweest? Nee, het is voor ons de eerste keer. Ja. Ja. Wat is de reden, hoe komt u ertoe bij, om hier naartoe te gaan? Nou, gisteren hebben ze allebei meegedaan met de kinderclinic, kidsclinic. En ze vonden het zo leuk dat we zeiden, we gaan vandaag nog een keertje kijken. Ja. Bent u voetballiefhebber of gaat u vooral voor uw zoons? Of, Ja, voornamelijk voor de kinderen inderdaad. Ja. Ik vind het spelletje wel leuk, maar ik ben niet echt fan. Ja. Maar u ziet waarschijnlijk wel, dit is aardig niveau. Ja, dit is behoorlijk niveau. Ja. Ze genieten er volle teugen van. Ja, het verschil tussen Vitesse en de Brazilianen? Ja, we zijn net op het laatste moment hier pas binnen komen lopen. Maar ik kon toch wel zien dat die het laatste stapje beter waren. Ja. Ja. Je hebt de Brazilianen ook gezien en de club het Arnhem ook, Vitesse. Mm-hmm. Kun jij zeggen van nou, daar waren de Brazilianen wel beter in? In de aanval waren ze vooral veel sterker. Ja. En heb jij ook een punt gezien? Ja. Ja? Ze deden meer aanvallen. Ja. En scoren? Ja. Ja. Heeft Vitesse eigenlijk kansen gehad? Niet dat ik heb gezien. Nee. Betekent dit dat Brazilianen altijd beter voetballen dan Nederlanders? Nee. Nee, toch niet. Nee, kun je dat uitleggen? Ja, want soms dan moeten ze tegen hele goeie en soms tegen wat minder goeie. Ja. Ja. En soms hebben ze... Dan zijn ze beter op die dag en soms niet. En je zou er wel bij willen zijn, of niet? Ja. Voetbal je zelf ook? Ja. Bij? Stormvogels. Bij Stormvogels in Siebengewald, denk ik. Ja. Ja. En is er eigenlijk wel bij de meeste, tenminste bij mij was dat vroeger een droom om heel goed te kunnen voetballen. Ja. En dan? Dan in het stadion staan. Ja. En dan mogen voetballen. Ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi, hè? Ja. Hey, en die clinic gisteren? Wat deden jullie toen? Moesten wij onze trucjes oefenen en de conditie. En we moesten op goal schieten. Okay. Dat was leuk. Ja. Ja. Waren er bekende trainers bij? Nee. Nummer 19, Zacht Jumpuis. Nummer 20, Jeff Tarski. Nummer 21, Hugh Powell.
als trainer van een jeugdteams. Wat levert zo'n toernooi hier op voor jullie? Ja, ik denk dat ze een geweldige ervaring opdoen. We hebben nu net de eerste wedstrijd gespeeld tegen Brazilianen. Nou, dat zijn in mijn ogen, nou, ik ken Brazilië niet, maar ik heb echt een paar topspelers gezien. Ja, en daar moeten onze jongens zich tegen wapenen. En dan is het nog wel een beetje jongetjes tegen kerels. Die jongens die vechten echt voor elke bal. Die strijden ervoor. En dan zie je, als je het ook maar heel even dat liggen aan onze kant. Ja, dan schieten ze een corner erin. Dan draaien ze even. Terwijl je ze naar buiten moet dwingen, komen ze binnen door. Ja, en daar zit het dan wel het verschil in, ja. Zag u nog meer verschillen als die u net opnoemde? Qua voetbal technisch en positie nemen en zo? Ja, maar het is de wil om te winnen. Die is er natuurlijk ook wel bij ons. Maar je hebt de wil om te winnen en dan de wil om te winnen noem ik het maar. Ja, en daar zit voor die jongens echt een verschil in. De meeste jongens komen met niks hier. En die hopen zich natuurlijk in de kijker te spelen. En ja, dat zie je wel echt, ja. Je kunt er wat van opsteken, ook als trainer van de aandachtspunten, neem ik aan. Ja, natuurlijk, maar je pikt overal wat op als trainer zijnde. Maar ja, met alle respect, ik heb met Brazilianen gespeeld en ik heb ook tegen Brazilianen gespeeld. En ik heb ze hier ook voor gewaarschuwd van tevoren. En ja, waar we het net al over hadden, is een geweldige leerschool voor de jongens. U liet ook het woord beleving vallen, want dat zie je ook in het veld dan toch terug. Ja, wij hebben ook beleving, dus het is niet dat wij geen beleving hebben. Maar je merkt gewoon bij die jongens, dat is, ja, die zoeken de grens op en die gaan er overheen. En bij ons zijn dat dan meestal 1 of 2, maar bij hun zijn het er 8 of 9. Ja, en daar gaat het om het verschil uiteindelijk dan in zitten. Hoe gaat het met Remco van der Schaaf persoonlijk na het lange tijd topvoetballer zijn te geweest, nu trainer? Ze zeggen in het algemeen, dat is een stap. Ja, zeker, dat is een stap en het is ook een vak. Maar ik vind het hartstikke leuk om te doen. Ik vind het geweldig om met die jongens te werken, die jongens wat te leren, die jongens te stimuleren. En ja, dat is voor mij het allerbelangrijkste. Ik moet het leuk vinden en ik moet het leuk blijven vinden. Anders dan stop ik er ook gelijk mee. Ja, en die overgang van, dat zal niet in één keer gebeurd zijn voordat je ging trainen misschien, maar waar loop je dan toch tegenaan? Je verplaatsen van die positie van speler naar trainer? Ja, ook. En je hebt natuurlijk ook met kwaliteit te maken. Kijk, als speler ging je het veld op en dan ging je voetballen. En als trainer moet je dingen organiseren, je moet dingen regelen, je moet dingen managen. Ja, dus daar zit er wel het verschil in. Dan heb jij net als Remco ook die stap gemaakt van profvoetballer naar trainer. Hoe moeilijk of hoe makkelijk was dat? Nou, toen ik stopte was het even zoekende van wat wil je. En, ja, dat was het of scouting of jeugdtrainer. En ik ben het eerste jaar ben ik begonnen bij de onder 16. Dat was uitstekend, heel goed bevallen en eigenlijk daarin doorgegroeid. Ja. Dan ben je hier op het toernooi in Sint-Agata. Wat wil jij bereiken? Wat gaat je dat opleveren? Nou, we hebben vorig jaar al ten eerste hier meegedaan. Het was een goed toernooi. Sterk bezet. Dit jaar denk ik dat er nog iets betere teams zijn dan vorig jaar. Met veel buitenlandse ploegen. En ja, dat is voor onze jongens weer een ervaring. Ja. Andere spelsystemen waar je tegen komt te spelen. Fysieker. En ja, dan is het voor ons kijken van hoe ver zijn we, waar staan we. En als je nou even terugkijkt naar die afgelopen 40 minuten tegen een Chinees team? Ja, ik denk dat we er meer uit viel te halen. Dan hebben we ongelukkig op 1-0, die geven we zelf weg. En uiteindelijk maken we 1-1, net voor rust. Ja, in de tweede helft zie je dat hun vermoeid raken en ja, dan moet je eigenlijk toeslaan. Alleen, we zijn niet echt tot kansen, ja, vrije trappen van de zijkant zijn we gevaarlijk geweest, maar niet echt tot kansen geleid. Nee. Het Chinese voetbal zit een beetje in de picture, hè? Werkt ook aan de ontwikkeling. Wat zie jij daarvan terug al op het veld?
Hier, vandaag? Hier nog weinig. In de pers veel miljoenen maar. Ja, leg eens uit. Nou ja, je ziet wat voor spelers allemaal naar China op dit moment gaan. Ja. Voor hoeveel geld. Ja, waar eindigt dat, hè? Ja. Jij vindt dit leuk, zo'n toernooi en bezig zijn met gasten van 18 jaar? Ja, ik moet zeggen, ik doe dit jaar ook daarbij de analyse voor het eerste elftal. Dus de tegenstanders van Vitesse analyseren van het eerste. Ik loop af en toe met het eerste ook mee op het veld. Ja. Alleen, ja, hier ben ik begonnen aan en dit is mijn job. Ja. Voetbal blijft jouw job ook beheersen? Ja, dat zeg je als je voetballiefhebber bent en hart en nieren, dan kun je het moeilijk van je afzetten eigenlijk. En daarom ben ik niet gestopt eigenlijk na mijn voetbalcarrière. Ik heb niet een jaartje van genoten of zo. Nee, dit is hartstikke mooi en dat gras wil je toch blijven ruiken elke dag. Nou, ik denk dat wij wel de bovenliggende partij waren. Ik denk door een fout komen wij 1-0 achter van onszelf. Maar ik denk dat we daarna goed hersteld hebben. En ik denk als we een beetje geluk hebben dat we nog hier winnen. Maar, ja. Chinezen, ik neem aan dat het voor de eerste keer is dat je tegen Chinese mensen speelt. Ja, we hebben anders gespeeld, maar het is wel een heel andere voetbalstijl dan hier in Nederland. Inderdaad. Ja, hoe anders? Ja, ze spelen in een ander systeem. Ze spelen vaak met hoge verdedigers, ja. Met hoge backs. En in Nederland hebben dat ook wel, maar hier is meer in een 5-3-2 formatie. Ja, fysiek ogen ze wel sterk, ook snel? Ja, ja. Ze zijn goed getraind? Ja, mentaal ook sterk, denk ik. Ja. Ik denk dat hun kracht is. Jouw algemene reactie op zo'n toernooi? Ik denk dat dat goed is en iedereen vindt het ook leuk dus. Ja. Ja. Maar er wordt ook iets van je verwacht? Ja, er wordt veel van ons verwacht. Vorig jaar zijn we derde geworden, dus ik denk dat de mensen hier ook wel wat van ons verwachten. Ja. Wat zegt een trainer bijvoorbeeld, jongens? Nou, bijvoorbeeld na de eerste wedstrijd hebben we verloren, dus we moeten wel een schepje bovenop bij ons. Ja. Ja, inderdaad. Staan jullie morgen op het podium? Hoop ik wel, hoop ik wel. Wie vond je tot nu toe de beste tegenstander? Red Bull Brazil. Ja. Ja, vorig jaar ook. Hebben we ook tegen ze gespeeld, dat was ook lastig. Ja, ik denk dat hun wel de beste tegenstander zijn op dit moment. Wat is dat toch met die Brazilianen, dat die zo goed zijn? Ja, die zijn wat verder dan de andere teams hier. Ja. Denk cultuur. Ja. Ja, ik denk dat de cultuur is daar. Geniet er nog van en succes. Ja, dank u wel. Wij gaan gewoon door, op en naar de 10 sowieso. Hè? Over 2 jaar een jubileumeditie en dan hopen dat we nog wat kunnen uitpakken met nog een extra grote verrassing. Maar die voorbereidingen, daar gaan we mee beginnen. Vanaf maandag eerst maar eens mooi genieten van dit toernooi, deze editie. Het werd niet verwacht wie zou dit toernooi gaan winnen. Iedereen dacht aan de Brazilianen, maar het werd Club Brugge uit België. De finale ging wel tussen die twee ploegen. Spannende wedstrijd, eindstand 0-0, na verlenging nog 0-0, dus penalties. Club Brugge nam ze net iets beter en dus staat de Copa del Agata voor een jaar bij onze zuiderburen in België. Dit was Sportief Land van Kuik voor deze week. Wij zien u graag volgende week terug. Tot dan!